Dus hij zegt tegen de kinderen, zijn kinderen die op zoek gingen naar Jozef. Hij zegt, wala te'esu, geef niet op, wees niet wanhopig van Rouh Allah. Klinkt een beetje raar, is tegenstrijdig. Wees niet wanhopig van de genade van Allah subhanahu wa ta'ala. Van het verliezen van genade van Allah subhanahu wa ta'ala. Wees niet wanhopig dat genade jou niet meer zal treffen. Zoals in een andere surah staat waarin Allah subhanahu wa ta'ala zegt. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. O mijn dienaren, wees niet wanhopig. Welke dienaren, ja Allah? O mijn dienaren die buitensporig zijn. O mijn dienaren die veel zonds hebben begaan. O mijn dienaren die afstand hebben genomen van het geloof. O mijn dienaren die zich niet bezig hebben gehouden met mij. Die mij ongehoorzaam waren. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا. Israf betekent zoveel fouten begaan. Buitensporig. Overvloed aan zondes. لَا تَقْنَطُوا. Wees niet wanhopig. De Koran leert ons om zelfvertrouwen te hebben. Zelfvertrouwen om een sterke persoonlijkheid te creëren. Dat we niet snel de hoop opgeven. Probeer je het één keer en het lukt niet. Tweede keer, derde keer, maakt niks uit. Tiende keer, geen probleem. Blijf het maar doen. Blijf het maar proberen. Geef de hoop niet op. Ook in jouw toba, in jouw berouw, in jouw terugkeer naar Allah subhanahu wa ta'ala. Verval je in zonde, doe je best om niet meer in dezelfde zonde te vervallen, maar keer weer terug naar Allah. Het maakt dan niet uit wat voor zonde je dan ook hebt begaan. Ik krijg echt, wallahi, in de afgelopen maand heb ik tientallen berichten gekregen van broeders en zusters die grote zondes hebben begaan en echt in een wanhoop toestand verkeerden. Zeiden van, we voelen ons niet meer als mens. Wij hebben het gevoel, of wij denken dat Allah ons nooit meer zal vergeven. De zonde die wij hebben begaan is zo groot dat ik niet meer kan functioneren, dat ik mijn normale leven niet meer kan leiden. Dat is goed, spijt hebben. Maar laat dat alsjeblieft niet een belemmering zijn in jouw weg naar Allah subhanahu wa ta'ala. Want Allah zegt, kom maar, ik vergeef alle zondes. Dat is waswasa van de shaitan, meer niet. Shaitan die inderdaad tegen jou zegt, het is klaar met jou. Het is afgelopen met jou. Al zou je het nog een keer proberen, het is game over. Klaar, punt. Allah subhanahu wa ta'ala zegt nee. De poort van Bara staat altijd open. Weet je tot wanneer? Tot het uur. Wanneer is het uur? Weten we niet. Maar iedere individu heeft zijn eigen uur. Wie belooft jou dat je echte uur zult meemaken? Niemand. Maar wat je wel zeker weet, is dat jouw uur jou hoe dan ook zal treffen. Waar je dan ook bent. Al ben je in de hoogste toren zoals de Koran beschrijft. Al ben je in de hoogste toren. Al ben je zo fysiek en sterk als ik weet niet wat. Laten we voorbeelden nemen van de mensen om ons heen. Van mensen die fysiek sterk waren. Ga dat even googlen. Kijk bepaalde filmpjes van mensen die gitaar aan het spelen waren tijdens een feest. En ze vallen neer. Een voetballer die tijdens een voetbalwedstrijd zo fit is als ik weet niet wat. En hij valt neer. Neem een voorbeeld van onze broeder die recent het leven niet heeft verlaten. Maar wel bijna zo goed als uitgeschakeld is van dit leven. Abdelhaq Noori. En zo zijn er tientallen andere mensen. Recent, deze week kreeg ik te horen, hebben we janaza gebed voor een zuster in Masjid Uthman gebeden. Die onderweg was naar haar auto. Ze doet net de deur van haar auto open en ze valt neer. Hartstilstand. Farao in de zee. Er zijn zoveel voorbeelden. Er zijn zoveel tekenen. Er zijn zoveel bewijzen. Maar wat we nodig hebben, is het verstand nadenken. Nadenken over deze zaken die Allah subhanahu wa ta'ala ons dagelijks geeft, als we maar de hoop niet opgeven.